Deze heerlijke paddenstoelensoep maken we af met wat crème fraîche en een takje peterselie. Dan wordt die extra romig en erg lekker. Om te maken begin je eerst met het fijn hakken van de champignons in de keukenmachine. Dan haal je ze uit de kom en dan gaan de aardappelen erin. Dan smelt je boter in de pan met wat olijfolie. En hierin bak je dan de paddenstoelen gedurende 10 minuten en dat doe je op middelmatig vuur. Daarbij gaat dan een klein beetje knoflook en peper en zout. Na de 10 minuten voeg je gedroogde oregano toe. Samen met de fijn gesneden aardappelen, witte wijn en de bouillon. Dit breng je dan op hoog vuur aan de kook. Als het kookt, draai je het vuur laag. Dan laat je de soep ongeveer 25 minuten sudderen. Dan haal je het door de staafmixer heen. Dan verdeel je het over de kommen. En dan serveer je het zoals gezegd met een lepel crème fraîche en een takje peterselie. Eet smakelijk!